Ken jij het internet der dingen? Ja, daar ga je mooi van zingen. Ha. Dat is dat ze alles aan elkaar koppelen. Oké. Dat je bijvoorbeeld naar de slager gaat en dat ze de koek slachten als jij de parkeerplaats oprijdt om een biefstuk te kopen. Maar hoe weten ze dat dan van die biefstuk? Nou, ze weten zoveel over je dat ze al weten dat je een biefstuk wilt voordat jij dat hebt besloten. Volgens psychologen is het feit dat je in staat bent om zelfvrije beslissingen te nemen een van de grootste misvattingen van de 21ste eeuw. Nou, voor mij is dat meer het internet that stinks.